Rudy en Natanja. Na een succesvolle voorjaarsloop, nou een najaarsloop. Ja, wat een goed idee is dat. Ja, de voorjaarsloop was een groot succes. Dan hebben we daartussen in de avondvierdaagse. En toen dachten we, ja, dan moeten we het najaar ook iets doen. Dan maken we daar een mooie najaarsloop van. Hoeveel deelnemers hebben zich vandaag al ingeschreven? Rond de 150, dus dat is niet mis. Dus leuk voor zo'n eerste najaarsloop. Welke routes kunnen zij vandaag behandelen? We hebben de 10, de 15, de 20 en de 35 kilometer. Met daarbij hele leuke rustpunten. Onder andere camping Rezenwold, camping aan de Dedemsvaart. La Soepa staat nog tussendoor ergens met de soepkar. Dus veel te zien, veel te beleven en leuke rustpunten. De Dedemsvaart loopt, doet meer dan alleen de najaarsloop en de voorjaarsloop. Ja, ook de avondvierdaagse. En dat is echt een jaar lang hard werken om dat voor elkaar te krijgen. Hebben jullie er nog meer in petto? Volgens nog nu niet, maar ja, de najaarsloop en de voorjaarsloop die doen het goed. Dus wie weet wat er nog in het vat zit. We hebben daarbij wel nog hulp nodig van vrijwilligers. Dus eventueel mensen die een handje willen helpen, is altijd van harte welkom. En voor meer informatie, dan gaan we naar info@dedemsvaartloop.nl. En wil je vrijwilliger worden, dan is het vrijwilligers@dedemsvaartloop.nl. Mooie wandeling. Echt leuk, Anna, hè? Ja. Dames, ik hoor alweer, het is voor herhaling vatbaar. Oh, ja, zeker. Dat doen wij. Ja.